Hey team, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een trailerreactie voor jullie, want The Sims 4 heeft vanavond in een première op YouTube de trailer bekendgemaakt van The Sims 4 Realm of Magic. En we wisten al dat Realm of Magic eraan zou komen, want tijdens EA Play, waarin ze onder andere ook Eilandleven hebben aangekondigd, hadden ze al gezegd dat we sowieso in de komende 6 maanden nog een accessoirepakket en een gamepack konden verwachten. En toen hebben ze ook meteen bekendgemaakt dat het om Moschino-accessoires ging. Of Moschino, moet ik zeggen. Die we inderdaad net hebben gehad. En om Realm of Magic, Magisch Rijk of Magisch Universum of Magische Wereld. Ik weet nog niet hoe het gaat heten in het Nederlands. Maar in elk geval, we wisten al dat deze aan zou komen. En ze hadden gezegd dat het in het najaar zou komen. Maar ja, ik had gedacht dat het dan waarschijnlijk oktober of november was. Omdat als je 6 maanden rekende vanaf het moment dat ze dat bekend hadden gemaakt, dan zou dat ongeveer november zijn. Dus ik had gehoopt, nou, november misschien. Ik had niet verwacht dat het op 10 september al uit zou komen. En 10 september is al over minder dan een maand. Het is over 3 weken volgens mij zelfs al. Dus dat is echt al super snel. Dus ja, dat is echt een hele leuke verrassing. Want we hebben net Moschino gehad. We hebben net Eilandleven gehad. Ik heb eigenlijk het idee dat ik allebei die pakketten nog niet optimaal heb ontdekt. En nu hebben we alweer wat nieuws. Maar ja, daar ga ik natuurlijk absoluut niet over klagen. Ik kan me voorstellen dat dit pakket niet voor iedereen is. Ik bedoel, het is best wel specifiek, weet je wel. Je moet er wel van houden van magie en van een beetje het bovennatuurlijke. Heel veel mensen spelen het liefst gewoon natuurlijk Sims realistisch. En ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van, ja, wat moet ik in godsnaam met een magiepakket? Maar ik denk dat het heel goed combineert met de Sims 4 vampieren. En ja, we hebben natuurlijk al aliens en we hebben nu zeemerminnen. En nu dus ook heksen of tovenaars. Dus ja, superleuk. Normaal gesproken, als ik een trailerreactie doe, dan ga ik met jullie voor de eerste keer de trailer kijken. En dan kijk ik hem later nog een keer terug. En dan heb ik hem zelf dus de eerste keer ook nog niet gezien. Dat is deze keer anders. Want ze hebben dus vanavond, vanmiddag, eind van deze middag, een première gedaan op YouTube. En die heb ik gekeken, want daar wilde ik wel een keer bij zijn. Omdat ze toen ook, als titel hadden ze geloof ik Something Magical of zo. En het was toen ook nog niet zeker of het een trailer zou worden. Dus we zaten daar allemaal met spanning op te wachten wat het überhaupt zou zijn. Ik had natuurlijk wel een vermoeden, maar ik wist het dus niet zeker. En daarom had ik hem al gekeken. En ik heb deze trailerreactie zojuist al een keer opgenomen. En toen ik het net wilde gaan editen, kwam ik erachter dat de audio weg was. Dus toen moest ik het helemaal weer opnieuw doen. Wat best jammer is. Maar op zich, het is een leuke trailer. Dus ik vind het niet zo heel erg om hem nog een keer te moeten kijken. Ik heb tijdens de stream al gezegd dat hij morgen online zou komen. Dus ik moet hem ook nu meteen nog een keer opnemen. Dus vandaar dat slechte licht. Het is avond. Maakt allemaal niet uit. Wat we in elk geval gaan doen is in één keer de trailer helemaal kijken met z'n allen. Zoals we dat altijd doen. Voor degene van jullie die hem nog niet gezien hebben. En dan gaan we daarna alles opnoemen wat opvalt aan dit pakket. Dus zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. Kijk deze wereld. Oh jongens, dit is een portal. Gaat hij er doorheen? Het is altijd weer spannend. Voor mij niet meer, maar het is spannend. En hij is weg. Wow, kijk dit nou. Dit is zo cool. Hij heeft kracht hoor. Komt ie. Maar daar gaat hij hoor. Oké. Nou, dit is dus een trailer. Ik vind hem super cool. Ik vind het ook een hele coole trailer. Omdat hij zo door de portal gaat en dan verdwijnt. En ja, ik vind het super vet. Het is dus Sims 4 Realm of Magic. Het is een gamepack. Ik kan nu alvast zeggen, hij gaat €20 kosten. Want gamepacks kosten altijd €20. Accessoirepakketten kosten 10. En uitbreidingspakketten kosten 40. Het zit dus qua wat er in dit pakket zit een beetje in. Tussen een gamepack, tussen een accessoirepakket en een uitbreidingspakket. Ik denk dat we het echt wel heel goed kunnen vergelijken met wat er in vampieren allemaal zit. Dus dat is evengoed nog best wel uitgebreid. Maar het is nog niet net zo uitgebreid zijn als bijvoorbeeld Eilandleven die net is uitgekomen.
Maar we krijgen hem dus al op 10 september, wat ik echt te gek vind. Er staat hier niet bij op welke datum hij uitkomt voor console. Dat stond in de vorige trailer wel, dus ik vind het wel jammer dat dat er niet bij staat. Maar ik denk dat je ervan uit kan gaan dat dat een maand later is. Dus waarschijnlijk dan 10 oktober of zo. En dat zal daarna zijn. Wat ze ook al bekend hebben gemaakt tijdens op Twitter, is dat er dus... Er komt een nieuwe wereld. Met iets extra's. Dus ik denk eigenlijk dat die wereld die we net in de trailer zagen, dat dan de nieuwe wereld is. En dat je daarin dan een portal hebt waarmee je dan naar de extra wereld kan gaan met al die zwevende dingen. Ik denk dat je het zo moet zien. Wat ik super tof zou vinden, want het lijkt me echt heel erg gaaf als je nog een extra wereld erbij hebt. Het zag er ook best wel mooi uit. En het lijkt me ook, ik hoop eigenlijk een beetje dat die wereld met die zwevende stenen, zeg maar, dat die dan los is. Dat niet de nieuwe wereld is, maar dat je daarheen kan gaan vanuit de nieuwe wereld. Maar weet je, laten we gewoon nog een keer de hele trailer met z'n allen kijken. Kijk, we zien dus als eerste deze wereld. Ik dacht eerst dat dit misschien, hoe heet het ook alweer, Granite Falls was van In de Natuur. Dat is ook een gamepack met kamperen, weet je wel, dat je op vakantie kan. Dat dacht ik eerst, omdat het best wel bergachtig is en er staan heel veel sparren en zo. Maar als ik nog een keer goed kijk, dan zie je dat het toch wel echt anders is. Daar loopt hier een rivier. Dit zijn andere soorten huizen. Dus ik hoop dat dit echt de wereld is zoals hij wordt. En dat het niet gewoon is voor de video. Dat het er leuk uitziet. Maar ja, ik vind het wel cool om nog een bergwereld te hebben. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar seizoenen hier. Want wat ze op Twitter ook al bekend hebben gemaakt, is dat de nieuwe wereld seizoenen zal hebben. Als je jaargetijden hebt. En ik denk dat dit ook heel mooi is als er sneeuw ligt. Ik denk dat het heel erg leuk is om in te bouwen in de winter. Want nu bouw ik altijd in Granite Falls. Maar daar kan je dan alleen op vakantie. Dat is dan toch niet helemaal chill. Dus ja, vandaar dat ik eigenlijk zoiets heb van, ik hoop dat dit een nieuwe wereld is met waar ook seizoenen in zijn. En ik ben ook heel benieuwd hoe het is als bijvoorbeeld die wereld die je straks ziet. Nou, daar kom ik zo wel op. Laten we eerst verder kijken. Oké, dus we hebben dit. En dan zien we deze treurige sim hier rondlopen. Dit ziet er ook mooi uit, die boom hoor. En oké, we hebben hier al meteen het portal. Ik denk trouwens ook dat dit een waterval is. Want je ziet hier dat hier geen stenen meer zijn. Dus volgens mij is dit een waterval in de rivier. Wat er super cool uitziet. En vlinders. Ja, het ziet er best wel magisch uit. Dus we hebben dit portal hier. Er zijn ook allemaal van die rare runes hier op de grond. Waarbij je al het idee hebt van oké, dit is iets magisch. Als dat doorzichtige magische gordijn het nog niet weggaf. Dan kon je het aan die tekens nog zien. Dus dat is die. En hij gaat er natuurlijk doorheen. Kijk, hij twijfelt. Zal ik er doorheen gaan? Hij is betoverd. En hij doet het. En dan kan je zien, hij komt er niet uit aan de andere kant. Dus hij is weg. Hij is naar een ander universum. Naar een ander realm. Naar een ander rijk, zeg maar. En dan komen we hier. En dan, ja, dit. Ik vind dit echt heel gaaf gedaan. Kijk dan hoe vet het is. Dit zweeft gewoon. Het is echt een zwevende wereld. Ik ben wel heel benieuwd of het hier ook dag kan worden. Want we zien het hier nu 's nachts. We zien echt dat hele sterrenstelsel hier zo. We zien de maan. En het lijkt heel erg alsof het echt, ja, ik ben benieuwd of je hier ook overdag kan zijn, om het zo maar te zeggen. Of dat het hier altijd donker is. Op zich denk ik wel dat het cool is als het altijd donker is. Dat is wel een beetje heksachtig. Maar in elk geval, we hebben, ja, dit ziet er een beetje middeleeuws uit. Het ziet er echt uit als een middeleeuws stadsplein. En het geeft mij eigenlijk een beetje het idee dat dit in de middeleeuwen gewoon is opgetild uit een stad. En nou ja, omhoog is gezweefd naar het magische universum. We hebben hier een waterval, dat is super vet. Hier staat een wat luxer huis. En hier is de portal volgens mij, dus daar kom je dan binnen. Ik zie hier ook allemaal kristallen en lichtgevende stenen. Ik ben wel benieuwd of je daar dan ook nog wat mee kan. Hierboven is een soort van, ja, glazen koepel eigenlijk. En ik ben wel benieuwd wat dat is. Het lijkt wel een soort van observatorium of zo. Of een bibliotheek of zoiets. In elk geval iets heel erg vets waar ik wel benieuwd naar ben. We zien het straks in de trailer ook nog verder hoor. En hierboven is dan ook nog, hier zie je ook nog bomen. Ik ben dan benieuwd of dit bijvoorbeeld een park is dat je daar ook nog heen kan. Maar ik vind het in elk geval heel gaaf eruit zien. Dus, oké, nou. Oh, dit eerste shot gaat echt snel. Maar oké, we zien hier al meteen een aantal nieuwe dingen. Want we zien hier ten eerste, nou ja, deze huizen zijn al een beetje stuk. Dus dat draagt weer bij aan mijn theorie over dat dit in de middeleeuwen gewoon is opgetild en is meegenomen. We zien allemaal aparte sims met hier aparte haarkleur. En zij heeft blauw haar en zij heeft een hanenkam. Deze meneer is gewoon helemaal roze. Hier zien we een gele sim die kaal is. Dus iedereen, je kan hier, je raarste sims, die kunnen hier gewoon ongegeneerd lopen. Die vallen hier helemaal niet op. We zien hier ook een nieuwe broek volgens mij. Deze outfit hier is volgens mij nieuw. Deze jurk is sowieso nieuw. Deze broek is volgens mij hetzelfde als die. Dit is ook een nieuwe panty. Dit is een nieuwe outfit. Dit is een nieuwe outfit. Alles is nieuw wat je hier ziet.
En wat ik ook heel erg leuk vind is... Kijk, hier zie je al een beestje vliegen. En dit is volgens mij een familiar. En ik probeerde op te zoeken wat het is in het Nederlands, maar ik kon het niet vinden. Maar het is in elk geval een soort van helper of... Ja, een soort van gezelschapsdier van een heks. Dus ja, het is een soort van magisch huisdiertje voor je heks. Dus dan, nou ja, dat lijkt me wel echt heel erg grappig om die erbij te hebben. Dus dat is echt heel leuk. We zien er sowieso al nieuwe ramen en dat soort dingen. Maar we zien er ook winkels. En in deze winkel zie je ten eerste al, dit is de bezemstelenwinkel. Nou, dat is fantastisch. En je kan hier ook kristallen kopen. Hier zie ik volgens mij iets met toverdrankjes. Ik zie hier reclame voor een soort van drankjes. Dus misschien is het wel een soort van magische drogist of zo, waar je ook liefdesdrankjes kan halen en zo. En eeuwig leven of weet ik veel wat. Nou, dit ziet er super cool uit. Nou, als je hier kijkt, zij is sowieso een heks. Ze heeft allemaal nieuwe tatoeages ook. Nieuwe jurk, blauw haar. Ze is hem sowieso aan het betoveren. Deze capuchon is trouwens ook nieuw volgens mij. En hier zie je ook weer zo'n familiar, zo'n beestje wat echt heel schattig is. En de meneer achter de toonbank is een geest. Dat is ook grappig. En ik zie hier een soort van spreukenboek. Dus ik denk dat dit ook wel een soort van magiewinkel is. Dus het lijkt een beetje op de weg is weg. Ik vind het echt cool. Oh ja, hij is ook nog eens groen, die meneer. Nou, hij verkoopt kristallen en bezemstelen. Dus ik denk dat die kristallen wel belangrijk gaan zijn. Oké, hij vindt het mooi. En hij ziet magie. En oh, dit is sowieso een echte heks. Kijk hoe ze eruit ziet. Ze heeft gezichtstatoeages sowieso. Een sleutel om haar nek. Ik ben wel benieuwd of dat in het verhaal nog terug gaat komen. En ja, zij verschijnt aan hem. Ik denk dat ze hem als een soort van leerling mee gaat nemen. Met een aparte kapsel en een aparte jurk. Oké, okay, daar gaan ze. En weet je wat ik ook zo leuk vind hier? Ja, ik heb de trailer natuurlijk nu al 2 keer weer over gepraat. Maar ik vind dit echt tof. Dat ze nu vanuit first person ook een shot hebben. Dus je kijkt nu vanuit zijn ogen, zeg maar. En dat is nu natuurlijk ook in de Sims. Maar dat zit hier ook in. Dus dat vind ik echt grappig. En even kijken. Dit huis. Nou, kom terug huis. Kijk, al die ramen zijn natuurlijk nieuw. Dit hek is volgens mij nieuw. Al die deuren zijn nieuw. Dus er zijn echt wel heel veel nieuwe heksachtige versieringen. Oké, nou, zij heeft ook nog huisgenoten zo te zien. Ik zie, die muren zijn ook nieuw en die kaarsen zijn nieuw. Allemaal heel erg magisch. Grote ketel. Nog een huisgenoot. Oké, ze zijn al meteen iets aan het brouwen hier in de ketel. Hij staat hier. En dit ziet er ook een soort uit als een soort pentagram of zo. Iets magisch in elk geval. Iets belangrijks. Ze zijn waarschijnlijk een drankje voor hem aan het maken. Zij staat ook heel cool met haar handen zo. Als Angela Merkel staat ze erbij. Dit is ook een nieuwe outfit natuurlijk. En ik vind dit haar trouwens ook echt vet. Oké. Dit kapsel is cool. Oké. Hij neemt een slok. Ik zou nooit zomaar iets drinken wat ik aangeboden zou krijgen op deze manier. Maar goed. Dit is echt fantastisch haar. Ik vind het heel cool. En die jurk vind ik ook best wel vet. Maar goed, hij drinkt een drankje. En zij doet een beswering en volgens mij krijgt hij nu zijn magische krachten. Krijgt sowieso zo, ja. Oké, dus hij is nu ook een tovenaar. Hij kan met allemaal sparkles. Ik weet niet of dat is waar zijn krachten eindigen, maar zo te zien kan hij in elk geval dat. En hij is zo te zien aan het trainen met de andere tovenaars en heksen. En hier zie je nog weer zo'n familiar, zo'n vogeltje. Dit zijn trouwens ook volgens mij een beetje de beesten uit het leegtewezenspakket. Die zitten volgens mij in... kinderkamer accessoires. Nou, in elk geval, die zijn al wel eens eerder in de pakketten verschenen. Maar goed, ze zijn episch duel aan het houden met z'n tweeën. En ze kan ook teleporteren, blijkbaar. Oké. Ik snap niet helemaal waarom dit erin moest. Oké. En dit vind ik ook heel leuk, dat je het boek als soort van zo kan laten zweven boven je hand. Dat het gewoon... dat is toch veel minder saai dan wanneer je hem gewoon vasthoudt als een normaal boek. Dus dit vind ik ook wel cool dat dat kan. Ik vind haar oorbellen trouwens ook heel erg leuk. Hij is die andere gasten in elkaar aan het toveren. En ik snap niet helemaal wat er op het einde gebeurt. Ik denk dat hij hier meer krachten krijgt of zo. Maar goed, daar eindigt het dan. En dan zie je hem hier. En dan stapt hij vervolgens op zijn Nimbus 2000. En dan gaat hij. En hier gaat de slang. Die is er ook nog. En ja, ik vind dit ook heel mooi. Want kijk, je ziet hier nog kristallen. Maar dit is dus die glazen koepel die we net in het begin ook al zagen. En ik ben wel benieuwd of je hier dan ook iets kan verkennen of hierin kan of zo. Maar dit ziet er in elk geval heel erg gaaf uit. Dus ja, dat is het eigenlijk. Sims 4 Realm of Magic, 10 september. Dat is dinsdag over 3 weken, komt het al uit. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Of jullie, net als ik, hier al enthousiast over zijn. Of dat je hier bijvoorbeeld helemaal niet enthousiast van bent. Omdat je meer van de realistische gameplay houdt. Ik ben ook benieuwd of er nog dingen zijn opgevallen die ik heb gemist. En dingen die ik niet heb genoemd, die je misschien wel heel leuk vindt. Maar in elk geval, ik kan niet wachten tot het uitkomt. Dus ik ben benieuwd.
Als je nog niet op mijn kanaal geabonneerd bent, doe dat dan even. Want dan blijf je op de hoogte van alles rondom dit Sims 4 pakket. Maar ook over al het andere Sims 4 gerelateerde, wat je maar kan bedenken. Als je deze video leuk vond, geef hem dan een like. En laat natuurlijk een reactie achter. En ja, dan voor nu wil ik je in elk geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer. Dus tot dan. Doei doei.